Hartelijk welkom mensen in deze eredienst op deze Sabbatmorgen. We willen met z'n allen weer een fijne dienst hebben, zoals de Heere wil. En ik wens u daarom ook een gezegende Sabbat toe, bij deze nog. En we willen daarom eerst weer beginnen met God een lied te zingen. Een intochtslied. En dat doen we met Psalm 17. Psalm 17 en wel het derde vers daarvan, Psalm 17, vers 3. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. En dat is wel heel belangrijk, want onze voet kan uitglijden. En daar willen we het met z'n allen over hebben. Laten we samen eerst zingen Psalm 17, vers 3. Ja, en daar zingen we ook met z'n allen. Ai, luister dan naar mijn gebed en neig uw oren tot mijn klachten. We willen daarom ook nu graag samen bidden. Bidden, verlichting van de Heilige Geest, dat we Gods woorden mogen begrijpen en mogen verstaan. Mijn verzoek is daarom ook of u samen met mij wilt bidden om die verlichting van de Heilige Geest. En ook voor hetgeen wat we hebben beleefd deze afgelopen week. Laten we samen God zoeken in gebed. Lieve goede getrouwe God de Vader, wat bent u een goed God voor ons. Lieve Heer Jezus, wat bent u elke dag weer ons nabij. In al uw goede daden. We bidden daarom ook Heer of u op ons wilt neerzien. In genade. Want ook afgelopen week hebben we weer verkeerde dingen gedaan, gedacht. Goede dingen nagelaten. Heere, Heere, kom over ons. Dat we het mogen zien, dat we mogen verstaan waar we die grote fouten maken. En dat we stoppen kunnen met zondigen, want dat kunnen we. Als we u als grote voorbeeld hebben, lieve Heere Jezus. Daarom bidden we ook nu, kom over ons en help ons. Ook om het ons indachtig te maken. Er zijn sommige mensen die denken misschien dat ze geen zonde meer hebben. Maar hun gedachten zijn dan al op dat moment in zonde gevallen. Lieve Vader in de hemel, lieve Heer Jezus, we hebben uw gerechtigheid nodig. Kom daarom met grote kracht over ons, dat we dat kunnen en mogen verstaan. We willen daarom ook graag en bidden voor die mensen die verdriet hebben, ziek zijn. Waar grote beproevingen zijn. Zullen we straks in de Thessalonicenzenbrieven in de eredienst ook allemaal zien en verstaan. Wij zullen ook grote beproevingen krijgen, en ieder voor zich. Heere, wilt u bij diegenen zijn die alleen zijn? Juist die alleenstaanden. Het zij weduwnaars. Het zij weduwen. Het zij wezen. Het zij degenen die altijd alleen zijn gebleven. Zonder vrouw, zonder man, zonder kinderen. Heere, en ieder op zich blijven wij voorbidden. Dat ze u als grote redder en helper zien in alle problemen die ze hebben.
Want we weten juist in die eindtijd kunnen we op mensen niet meer aan, alleen maar op u. Lieve Vader in de hemel, kom daarom met grote kracht over ons, ook in deze eredienst. Dat we mogen verstaan wat we mogen hebben in uw geliefde Zoon. Ook mensen die ziek zijn, die het moeilijk hebben en verdriet hebben. Dat ze op u kijken, lieve Heer Jezus. Kom met grote kracht. Het zij dat ze in het ziekenhuis liggen, thuis liggen. Ook vele mensen die geestelijk ziek zijn momenteel. Vader in de hemel, u bent het die hun genezing aan. Kom daarom met kracht. Ook over ons, als we het woord openen, smeken we uw Heilige Geest af dat we mogen verstaan wat u ons hebt te vertellen. Als we de geboden lezen, dat we ze steeds beter gaan begrijpen wat u hebt bedoeld. Zo leggen we deze eredienst voor uw heilige aangezicht neer. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar uit uw grote genade, uw grote liefde, uw trouw en om Jezus Christus onze geliefde in zijn naam wil. Amen. En dan willen we natuurlijk zoals we gewoon zijn, niet als gewoonte, let op, de geboden weer lezen. Het is belangrijk dat wij toch goed verstaan wat dat allemaal betekent. We gaan nu ook weer zo'n specifiek gebod behandelen. En dat is, gij zult niet doodslaan. Dat is heel makkelijk gezegd, hele korte regel. Gij zult niet doodslaan. Maar we zullen zien, daar zit nogal wat meer achter als we dat goed gaan onderzoeken. Maar voordat we daarmee beginnen, willen we eerst de 10 geboden lezen. Exodus 20 versen 1 tot en met 17. Wilt u dat samen indachtig met mij doorlezen? Vers 1. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haat. En doe barmhartigheid aan duizenden dergene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk aan de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Amen. Tot zover eerst het lezen van de geboden. En zoals gezegd willen we heel in het bijzonder op vers 13 ingaan. En dat is het 6e gebod. Gij zult niet doodslaan. En daar hebben we een tekst bij gekozen uit Numeri. Numeri 25. Numeri 25 en wel vers 9 gaan we eerst lezen. En daarna versen 17 en 18. Numeri 25, vers 9. Degene nu die aan de plaag stierven, waren 24.000. Dat zijn er nogal wat. Stierven aan de plaag. En dan gaan we
vers 17 en 18 lezen. Handelt vijandelijk met de Midianieten en verslaat hen. Want zij hebben vijandelijk tegen u lieden gehandeld door hun listen die zij listelijk tegen u bedacht hebben in de zaak van Peor. En in de zaak van Cosbi, de dochter van de overste der Midianieten. Hun zuster die verslagen is ten dagen der plaag om de zaak van Peor. Wat houdt dat precies in? En dat willen we met z'n allen onderzoeken, want gij zult niet doodslaan. Hele korte regel. Ik heb al vaker tegen u gezegd, doodslaan is wat? Letterlijk doodslaan. Maar we kunnen ook iemand geestelijk doodslaan. En nu willen we in dit geval niet zo veel op dat geestelijke doodslaan ingaan, maar meer op het letterlijke doodslaan. Wat ik daarbij vertellen moet is, dat geestelijke doodslaan houdt gewoon in, ik noem even als voorbeeld, onze zuster Egi White, de profetes, die wouden ze kwijt. Ja, die konden ze moeilijk doodslaan. Wat hebben ze gedaan? Die hebben ze weggestuurd, en waar naartoe? Naar Australië. Dan waren ze haar ook kwijt. Dat is een manier van geestelijk doodslaan. Je kunt mensen ook geestelijk uit de kerk bannen door heel lelijk naar hen te kijken. Heel afstandelijk te doen, of ja, grimmig tegen hun te doen, rare, bespottelijke woorden te spreken. Dat is ook geestelijk doodslaan. Dus neem dat wel even voor uzelf mee. En natuurlijk letterlijk doodslaan. En daar willen we het nu een beetje over hebben. Hoe zit dat met het letterlijke doodslaan? Want dat begrijpen we als geen ander. Als we iemand doodslaan, dan hebben we een probleem. Nou, daar staat Leviticus vol van. Wat er dan moet gebeuren als we iemand doodslaan. En ook juist nog in Exodus. Maar afgezien van dat. Ik wil graag iets voor u erbij halen. Want wat zeggen mensen heel vaak in deze wereld? Ze zeggen, ja, is dat nu een God van liefde? U kent dat, gaat gewoon naar God toe. Daar zijn mensen goed in. Een ander bespottelijk maken en vooral God bespottelijk maken. En wat doen ze dan? Zoveel mensen zijn er vermoord in die Bijbel. Is dat nu een God van liefde? Dus dat is doodslag. Dus ze herkennen dat als doodslag van God. Dus, ja, als God zoveel mensen doodsloeg, en dat hebben we net gelezen in vers 9. Laten we maar even teruggaan naar Numeri 25. Het is interessant dat er een hele hoop aan die plaag stierven. Degenen nu die aan de plaag stierven waren 24.000. Dat zijn er nogal wat. En dan zien we ook later dat die priester, de zoon van Eleazar, van de priester Aaron, de hoge priester, die heeft daar ingegrepen. Maar daar gaat het mij nog niet eens even om. Het gaat mij meer om het volgende. En dat is dat wij moeten beseffen, als er 24.000 gestorven zijn aan een plaag, dan houdt dus in dat God heeft ingegrepen. Waarom? Omdat zij, wat deden ze, vers 2 van Numeri 25, en laten we even vers 1 er even bij pakken, van hoofdstuk 25. En Israël verbleef te Sittim en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten. Daar ligt de kern. Ze hoereerden dus. En daarom stierven daar ook 24.000 mensen. Van Gods volk, wel te verstaan. En dan komt vers 2. En zij nodigden het volk tot de slachtofferen harer goden. Een tweede gebod, kennen wij. En het volk at. Heb dat van mij gehoord? In eerdere predicaties, eten met afgoden is afgodendienst. En boog zich voor haar goden. En dan vers 3. Als nu Israël zich koppelde aan Baal Peor, ontstak de toorn des Heren tegen Israël. En de Heere zeide tot Mozes, neem al de hoofden des volks en hang ze den Heren tegen de zon, zo zal de hittigheid van des Heren toorn gekeerd worden van Israël. Dat is toch niet best.
We zien daar ook een beetje de vierde plaag in terug. Maar afgezien van dat. Daar sterven dus 24.000 mensen. Van Gods volk. Waarom? Omdat ze gehoereerd hadden. Waarmee? Met Baal, Peor. Nou, dat mag u allemaal nog doorlezen. Het allerbelangrijkste is. Ja, kijk, hier gaan de mensen praten op. Je moest kijken. God vermoordt zijn eigen volk. 24.000 mensen. Nog erger dan een heidenen vermoorden, toch? En als we dan een stukje verder lezen, want dat was onze tekst ook. In vers 17 en 18. Dan kunnen ze God nog meer bespottelijk maken, ter verantwoording roepen, want dat, zo noemen we dat. Vers 16 pakken we er even bij, van nummer 25. Verder sprak de Heere tot Mozes zeggende, handel vijandelijk met de Midianieten en versla hen. Dus die Baalaanbidding moest verslagen worden. Want ze hebben vijandelijk tegen uw lieden gehandeld door hun listen. En daar moet je op letten, die listen. Die zij listig tegen u bedacht hebben in de zaak van Peor. Dat was dus die Baalaanbidding, de afgoderij. En in de zaak van Cosby, de dochter van de overste der Midianieten. Dat heb ik ook zo pas even gelezen. Hun zuster, die verslagen is ten dage der plaag om de zaak van Peor. Wat lezen we nu met z'n allen? Ten eerste, Mozes moet de Midianieten uitroeien. God zegt tegen Mozes, hang ze op tegen de zon. Niet normaal. 24.000 Israëlieten die meegegaan waren in die hoereerderij. Wat zegt ons dit? Gij zult niet doodslaan. Daar hadden we het toch over met z'n allen. Wat een doodslag hier. En nu moeten we oppassen. Want nu zit daar iets in. Wat wij misschien nog niet goed begrepen hebben. Waarom zijn die mensen vermoord? Dat is de vraag. Waartoe? Niet waarom, waartoe is nog beter gezegd. Waartoe is dit gekomen? Omdat ze in afgoderij kwamen. En u moet nu meer eens denken aan die tweede dood in plaats van aan de eerste dood. Die tweede dood is vele malen belangrijker. Als je in een afgodendienst zit. En men laat u gaan in die afgodendienst, wat dan? Sterft u de tweede dood, bent u vereeuwig verloren. God legt hier een voorbeeld neer voor. Voor wie? Voor u en voor mij. En het allerbelangrijkste is dat wij kunnen en wij mogen God nooit ter verantwoording roepen. Dat willen wij mensen heel graag. Waarom willen wij dat? Omdat wij zo verblind zijn. Omdat we Gods woord niet meer begrijpen. Daar komt dat van. Echt, velen kennen Gods woord niet. Als het hier om doodslag gaat, waar gaat het dan om? Om mensen te behoeden voor de tweede dood. Begrijpt u dat? Als hier mensen sterven binnen het volk, die gehoereerd hebben. Die nemen het hele volk mee in een hoereerderij. Alles en iedereen. Die scharen ze hun compleet achter hun. Dan was het hele volk tot een grote Baal-aanbidding geworden. Wat doet God? Zet daar 24.000 mensen van het volk ten teken voor wie? Voor u en mij komen we straks ook achter in de eredienst. Maar ook voor het letterlijke Israël. Dus, gij zult niet doodslaan. Inderdaad, u en ik zijn geen rechter over Gods kinderen. En ook niet over de Midianieten. Want, God zegt, verder sprak de Heere tot Mozes zeggende, handel vijandelijk met de Midianieten en versla hen. Dus dat was een opdracht van God. Dat deed Mozes niet uit zichzelf. Moet hij wel even meenemen. God wist, als geen ander, wat voor uitwerking die Midianieten hadden. A, al hadden gehad. En B, nog zouden krijgen met hun Baal-aanbidding. En houd dit vooral vast voor de eredienst waar we straks heen gaan. De verkondiging. Is de voorverkondiging dan maar. En dan willen we eens lezen vanuit Bijbelcommentaren vandaan hoe die situatie nu echt zit. Wilt u met mij opzoeken? Bijbelcommentaren, bladzijde 61, daar beginnen we even. Klein stukje op bladzijde 61. En let nu goed op wat daar staat. Ik zeg het met opzet, want het is belangrijk dat u dit goed gaat verstaan. En dan helemaal onderaan, hoofdstuk 25. Gods leiding onbeperkt.
Mozes gaf de strijdbare mannen bevel om de vrouwen en jongetjes te doden. Dat was dus bij de Midianieten. Biljam had de kinderen Israëls om geld verkocht. En hij kwam om met het volk, welks gunst, dat moet hij zijn, staat jij bij u, moet hij zijn, welk gunst hij had verkregen ten koste van 24.000 Israëlieten. De Heere wordt door velen als wreed beschouwd. En daar hebben we het over gehad nu. Omdat hij eiste dat zijn volk zou strijden tegen andere volken. Ze zeggen dat het in strijd is met zijn weldadig karakter. Maar hij die de wereld geschapen heeft en de mens geformeerd om op de aarde te wonen, heeft een onbeperkte leiding over de werken zijner handen. En het is zijn recht te doen naar het hem behaagt. Om te doen wat hij wil doen met de werken zijner handen. De mens heeft niet het recht tot zijn maker te zeggen: waarom doet gij al dus? In zijn karakter is geen onrechtvaardigheid. In Gods karakter, let goed op. Hij is heerser over de wereld en veel van zijn onderdanen zijn tegen zijn gezag in opstand gekomen en hebben zijn wetten overtreden. Geboden, inzettingen, rechten. Hij heeft zijn volk gebruikt als werktuig van zijn gramschap om goddeloze volken te straffen die hen hebben verdrukt en hen tot afgoderij hebben verleid. Ontzettend veel staat hier. Maar het belangrijkste is eerst, wat u moet weten, dat onze God, Jezus Christus is onze God, en God de Vader is onze God, die wil oprechte mensen in zijn koninkrijk. En als mensen niet meer oprecht zijn en Baal-aanbidding aanhangen, daar is alles behalve oprechtheid aan. En God laat zien wat hij bij zijn volk doet als ze in Baal-aanbidding gaan. God straft zijn eigen volk. En dat zullen we straks in die eindtijd ook heel goed achterkomen met z'n allen. Heel duidelijk. Als God zijn eigen volk, laten we eerst nog maar even bij Israël blijven, hier bestraft, overduidelijk, en sterker nog, ik vond het zo sterk wat hier stond in de Bijbel, dat mag u nog meenemen, maar we hebben daar te weinig tijd voor om dat allemaal uit te leggen, in vers 4. Laten we nummer 25 vers 4 er nog even bij pakken. En de Heere zeide tot Mozes: neem al de hoofden des volks, moet je even voorstellen, en hang ze den Heere tegen de zon, zo zal de hittigheid van des Heeren toren gekeerd worden van Israël. En u ziet, daar zit ook nog een pinaas in, en die wendt die gramschap in die toren van God ook nog een keer af. Als je daar goed bij stilstaat, zitten we in die Jacobsbenauwdheid. Het is onvoorstelbaar hoe mooi dat verlossingsplan hierin verweven is. Maar dat gaat nu veel te ver om dat allemaal uit te leggen. Maar belangrijk voor u is, dat weet, als u God ter verantwoording roept, en daar wil ik naartoe natuurlijk, wat u doet. God heeft de mens geschapen. Mag God niet doen met de mens wat hem goed dunkt? Of zult u dat wel even voor God beslissen? Want God mag niet doodslaan. God spreekt tegen zichzelf. Want gij zult niet doodslaan. Zesde gebod. Ik denk dat we met z'n allen een beetje op onze woorden moeten passen. En vooral die mensen die dit soort opmerkingen maken. Hoe kan het dan dat God wel zoveel mensen vermoorde en doodsloeg in het oude Israël? Weet u waarom? Waarom God al die mensen op die manier, in dit geval dus, omkomen liet? Om u en mij. Om zijn volk te beschermen. Om u en mij te beschermen. Al die mensen, de Midianieten, zijn omgekomen om het letterlijke volk te beschermen. Neemt u dat dus vooral mee naar die eindtijd toe. Denk daar vooral aan als u God ter verantwoording roept, wat u dan doet in de kern van uw hart.
U wordt een opstandeling tegen God. En een medestander van Satan op dat moment. Want u roept God ter verantwoording. U weet het allemaal wel beter. Want zo zitten mensen momenteel in elkaar. Dat ze het allemaal wel beter weten. Dat ze niet dat volle vertrouwen meer in God hebben. Wat God doet, is altijd goed. God heeft dit toegestaan in Numeri. Nogmaals, straks zien we dat weer. In die eindtijd dus vooral. Massa's mensen zullen omkomen in die eindtijd. Dan schrikken we nog met z'n allen. Want er zijn dingen gebeurd. In het letterlijke Israël. Die komen één op één weer terug in het geestelijke moderne Israël. Tot zover eerst de voorverkondiging. Ik hoop dat u voor uzelf op uw woorden past. En gaat begrijpen, als God iets doet, doet hij het altijd met zo'n onfeilbaarheid om u en mij te beschermen. En als we dat eens een beetje beter zouden begrijpen, een beetje beter tot ons door zouden laten dringen, dan hielden we wat meer onze grote mond, laat ik het zomaar even uitdrukken, naar God toe. Want zo is het. Wij kunnen God niet ter verantwoording roepen. God roept u en mij ter verantwoording. Dat doet hij door zijn geboden. En we zagen het ook heel mooi bij Mozes. Die kreeg de opdracht om de Midianieten te verdelgen. Waarom? Om Gods letterlijke Israël in dit geval te beschermen. Laten we samen weer een lied zingen. Want we gaan hier straks mee verder in de eredienst. Maar op een andere basis. Moderne Israël. Moderne paustel. Moderne ketterijen. Dus vandaar is het nogal belangrijk dat we dit als voorstudie hebben. We gaan weer onze geliefde psalm zingen. Psalm 119. En daarvan vers 23. Dan wandel ik volmoeds op ruimer baan, omdat mijn ziel gezocht heeft uw bevelen. Prachtig mooi. Laten we samen zingen Psalm 119, vers 23. Ja, het zijn natuurlijk wat oudere woorden die we altijd gebruiken, maar ontzettend mooi als we dat tot ons door laten dringen wat God heeft bedoeld in zijn woord. Wij zijn toegekomen aan de schriftlezing. En wel, zoals je weet, Thessalonicenzenbrief zijn we mee bezig. Belangrijke brief voor ons allemaal, juist ook voor deze tijd. En we hebben ook zegt met z'n allen, we kunnen dat heel goed op deze tijd betrekken. Ik hoop dat u dat goed onthouden hebt. Dat gaan we niet weer herhalen, dat weet u. Met die 7 gemeenten, die ook in onze tijd allemaal weer terugkomen. Dus leest u ook vooral met die ogen. En ik zal u natuurlijk de nodige uitleg met de hulp van de Heere weer kunnen en mogen geven. Laten we daarom eerst beginnen te lezen met 1 Thessalonicenzen 3, de versen 1 tot en met
13. 1 Thessalonicenzen 3 vers 1. Daarom deze begeerte niet langer kunnende verdragen, hebben wij gaarne willen te Athene alleen gelaten worden. En hebben gezonden Timotheus, onze broeder en godsdienaar en onze medearbeider in het evangelie van Christus, om u te versterken en u te vermanen van uw geloof. Opdat niemand bewogen worden in deze verdrukking, belangrijke regel. Want gij weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is, en gij weet het. Daarom ook, deze begeerte niet langer kunnende verdragen, heb ik hem gezonden om uw geloof te verstaan. Of niet misschien de verzoeker, daar komt hij weer, u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Maar als Timotheus nu van uw lieden tot ons gekomen was en ons de goede boodschap gebracht had van uw geloof en liefde, dat gij altijd goede gedachtenissen van ons hebt, zeer begeerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om uw lieden. Zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood vertroost geworden door uw geloof. Want nu leven wij, indien gij vaststaat in de Heer. Want wat dankzegging kunnen wij goden tot vergelding wedergeven voor u, vanwege al de blijdschap waarmede wij ons om uw wil verblijden voor onze God? Nacht en dag, zeer overvloediglijk biddende om uw aangezicht te mogen zien en te volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt. Doch onze God en Vader zelf en onze Heer Jezus Christus richten onze weg tot u. En de Heere vermeerderen u en maken u overvloedig in de liefde jegens elkander en jegens allen, gelijk wij ook zijn jegens u, opdat hij uw harten versterken, om onberispelijk te zijn in heiligmaking voor onze God en Vader, in de toekomst van onze Heer Jezus Christus, met al zijn heiligen. Tot zover eerst de schriftlezing. Nou, daar willen we een tekst bij zoeken. En zoals al gezegd, wij doen een hele hoop uit Openbaring. In dit geval Openbaring 16 vers 13. Een heel belangrijke tekst. Zo niet eens van de kernteksten waar heel veel om draait. Vers 13, Openbaring 16, vers 13. En ik zag uit de mond van de draak en uit de mond van het beest en uit de mond van den valse profeten drie onreine geesten gaan, den vorsen gelijk. Drie onreine geesten, den vorsen gelijk. Prima, tot zover eerst de schrift lezen. En we hopen met Gods kracht dat we straks heel duidelijk mogen verstaan wat de Heer hier heeft bedoeld. Vooral ook als we kijken naar die voorverkondiging. Dat heeft er toch erg veel weer mee te maken. We willen, voordat we in gebed gaan met onze God en Vader en Jezus Christus, eerst zingen. En wel zingen Psalm 26 vers 10. Psalm 26 vers 10. Doe mij niet mee vergaan met hen die u weerstaan. Dat hebben we in de voorverkondiging ook al wat besproken. Die God nogal aanroepen op zijn fouten en gebreken, zo denken ze. Nou, wij moeten dat dus vooral niet doen en we willen ook niet mee vergaan met dit soort mensen. Laten we samen zingen Psalm 26 vers 10. Thank you.
je als de onschuldige om bescherming smeekt. En die onschuldige die smeekt om bescherming. Juist ook in die tijd waar we nu in leven. Wilt u samen met mij God zoeken in gebed? Dat toch God afsmeken om die bescherming. En dat wil God ook doen, maar vooral u wijs maken in de dingen die om u heen gebeuren. Want daar gaat het om. Die Baal-aanbidding, volverkondiging, die Baal-aanbidding in die eindtijd. Hoe zit dat allemaal? De vijanden van Gods volk, daar willen we over spreken met z'n allen. En juist vanuit de Thessalonicenzenbrief, wel hoofdstuk 3. En daar hebben we Gods hulp bij nodig. Echt heel veel hulp bij nodig om dat te mogen zien en te verstaan. Wilt u samen met mij danken en ook vooral bidden om kracht van de Heilige Geest om het te mogen verstaan. Laten we samen danken en bidden. Lieve goede getrouwe God of Vader, lieve Heer Jezus. We komen voor uw heilige aangezicht om u te danken. Te danken dat u ons elke dag weer kracht wilt geven, ook op deze Sabbatdag, om uw woord te mogen onderzoeken. Heer, we hebben nu heel in het bijzondere uw leiding extra nodig. Elke Sabbat extra nodig, maar ook nu heel in het bijzonder. Want we willen heel graag weten hoe die vijand zich gedraagt rondom ons heen. We hebben het zo pas al in de voorverkondiging besproken. We willen u vaak ter verantwoording roepen, hoe erg het al niet is bij mensen, terwijl u alleen maar het beste met ons voor heeft. En wij vergeten dat heel vaak. Kom daarom met grote kracht over ons, Heer, omdat u het beste met ons voor heeft, dat we dat mogen verstaan. En mogen zien. Dat we nu ons harten mogen openen. Zo ver mogen openen dat we zien waar die gevaren liggen. Dat we ze kunnen analyseren door uw Heilige Geest. Want vaak zien we het niet. De Israëlieten zagen ook niet hoe ver ze gingen in de Baal-aanbidding, in de afgoderij. Hoe velen binnen uw volk zien niet meer hoe ver ze zijn afgedwaald van de waarheden die u hebt gegeven aan uw laatste volk. Vader in de hemel, lieve Heer Jezus, kom met grote kracht over ons. Dat we het mogen zien en dat we het mogen verstaan en dat we eruit kunnen en mogen leven. Vooral deze nieuwe week weer in mogen gaan straks, met die belofte van u. Indien wij je afgoderij, het spiritisme en alles wat erbij hoort, dat afleggen en voor u kunnen komen met een rein geweten, en in alle oprechtheid, met het kleed van gerechtigheid van Jezus Christus aangetrokken. Lieve Heer Jezus, dat bidden we van u, of u ons wilt begeleiden, juist ook in deze eredienst. Ook mij, want uit mijzelf kan ik dat ook allemaal niet. Wilt u mij helpen door die heilige kolen van het altaar af te halen en op mijn lippen te leggen. En de harten van oprechte broeders en zusters allemaal open om het te kunnen en te mogen verstaan. Bidden we nogmaals om Christus Jezus, onze geliefde in zijn naam. Amen. Ja, wat gebeurt daar allemaal? In openbaring, in onze tijd. Wat is er allemaal gebeurd in de letterlijke Israëlietentijd? Ernstige dingen. Heel ernstige dingen. En we gaan gewoon rustig met de Thessalonicenzenbrief starten. Er zitten niet zoveel versen in. En dan kunnen we ook wat extra uit de openbaring doen. Vooral uit de Pergamusgemeente. Dan zult u zeggen, hoe kan het nu dat die Pergamusgemeente daar weer bij getrokken wordt? Want we hebben al gezien dat die Efezebrief er heel mooi bij past. Het eerste hoofdstuk. Het tweede hoofdstuk van Thessalonicenzen. Past die Smyrnagemeente heel mooi bij. En nu past in één keer die derde gemeente, ook mooi weer bij die derde hoofdstuk. Toeval bestaat niet in Gods woord. En voor diegenen die die erediensten allemaal hebben meegemaakt, u weet dat in die eindtijd al die gemeentes weer terugkomen. En dat deze gemeente, Thessalonicense gemeente, de gemeente is die geroepen wordt door drie broeders. En dat kunt u weer lezen in de eerste vers door Paulus, Silvanus en Timotheus. Eerste vers van eerste hoofdstuk. Gaan we allemaal niet herhalen, maar even als opstap. Dat we dat nog even helder hebben voor onszelf. Dus we gaan ook vooral
de Pergamustijd hierbij pakken. En zo moeten we dus ook lezen. Pergamustijd, lees. De tijd, hele moeilijke tijd van verdrukking. U mag zeggen tot 538, 313 tot 538 benen, zegt wel iets. Eerder is het gestopt, maar dat maakt allemaal niet zoveel uit. Na de Nero-tijd is dat allemaal begonnen. Dus weet wat er zich allemaal heeft afgespeeld. En in de Pergamustijd lezen we ook nog een beetje wat Nero allemaal heeft gedaan. Maar afgezien van dat. Wij beginnen gewoon te lezen. Eerst met 1 Thessalonicenzen 3 vers 1. En dan komen we daar vanzelf weer in die diepte. Dus hou weer in de gaten, gij en wij. Wij, de drie engelenboodschapbrengers. En gij, diegene die uit Sjatukemene kerken vandaan moet komen. En daar ligt een heel groot gevaar voor hun in. En dat moeten ze nu ook begrijpen. En dat gaan ze ook begrijpen. Het gaat vooral om compromis. We starten met vers 1 van Thessalonicenzen 3. Daarom, deze begeerte niet langer kunnen verdragen, hebben wij gane willen te Athene alleen gelaten worden. En hebben gezonden Timotheus, onze broeder en godsdienaar. En onze medearbeider in het evangelie van Christus om, en daar gaat het nu om, om u, gij dus, gij die uit die Sjatukemene kerk vandaan komt, om u te versterken, A, en B, u te vermanen van uw geloof. Dus. Tweeledig. Zoals gezegd, te versterken en te vermanen. Dat versterken, dat willen we wel. Maar als het op vermanen aankomt, dat hebben we al eerder besproken, dat willen mensen niet meer. Vermanen, dat is toch zo'n raar woord. Dat willen we niet. Dat past niet bij ons. Maar het past heel goed bij ons. Als wij maar doen wat God van ons verlangt, dan willen we graag vermaand worden. Ik althans wel. Want dan zou ik iets doen wat God niet wil. Gebodsovertreding. Geboden. 10 geboden wel te staan. Inzettingen. En de rechten overtreden. Dus als het goed zou zijn, zou u maar al te graag willen vermaand worden. Want dat willen deze Thessalonicenzen ook heel graag. Vermaand worden in de dingen die daar verkeerd gaan. En dus ook gesterkt te worden. En dat worden ze. En waardoor moet dat gebeuren? Waardoor is die vermaning nodig en waarom is dat versterken zo nodig? Zij zitten daar in een hele benarde positie. Thessalonicenzen, maar ook diegenen die in die Sjatukemene kerken zitten. In een enorme benarde positie. Waarom? Familieleden denken er anders over, hun buren denken er anders over, de kerk denkt er anders over. Ze krijgen alles over hun heen, alles en iedereen over hun heen. Ze krijgen 3 groepen plus 1 over hun heen. Dus dat zegt nogal wat. Dan gaan we straks natuurlijk uitleggen wie dat zijn. Want als we vers 3 lezen, dan zien we dat direct. Opdat niemand, heb ik al gezegd, bewogen wordt. Bewogen worden. Als we bewegen, ja, we kunnen ons letterlijk bewegen. Heen en weer bewegen. Maar dat wordt hier natuurlijk niet bedoeld. Bewogen worden kan ook zijn in ons je striktheid naar de Bijbel toe. Dat kan bewogen worden. Door wie? Door anderen. Door uw familieleden. Door uw buren. Door de kerk. Dat u bewogen wordt. Dat u niet meer helemaal die Bijbel aanneemt zoals die is geschreven. Kijk, dan wordt u bewogen in het woord. Dan verstaat u dat niet meer. Dus daarom zegt Paulus ook in het begin, om u te versterken in dat woord en u te vermanen als u verkeerde dingen doet. Ten opzichte van het woord. Dus bewogen worden. En wat is er dan, wat gebeurt er dan met bewogen worden? Is compromissen sluiten. Dat is bewogen worden. Als we compromissen gaan sluiten voor verkondiging, maar naar Baal Peor toe gaan, wat dan? Is het einde daar? Is het onherroepelijk het einde? Dus u bent degene die toch een beetje moet verstaan, compromissen in Gods woord, naar uzelf toe, in het geloofsleven, moet u versterkt worden en vermaand worden. Doet u er niets mee, weet u, is het einde daar. Want wat gebeurt er in die omgeving, in die Sjatukemene omgeving, en ook hier in die Thessalonicenzen omgeving?
Nogmaals, vers 3, opdat niemand bewogen worden in deze verdrukking. Dus die verdrukking is daar, omdat die beweging gaande is. God is bezig zijn volk op te roepen uit, waaruit? Die Chatukmenekerk vandaan. Gaat uit vandaan, mijn volk. Want gij die dus uit die Chatukmenekerk vandaan komt, weet zelf dat wij hiertoe gesteld zijn. Wie zijn daartoe gesteld? Die drie broeders. Net gelezen, Paulus, Silvanus en Timotheus. Drie engelenboodschap brengen die. En dat gaan we ook zien. Die gaan die inzichten van Gods woord brengen zij hier. Met en vooral die Baalaanbidding. En dat zijn in de eindtijd 144.000, dat weten wij. Dat zijn wij, die drie. Ten opzichte van Paulus, Silvanus en Timotheus. En vers 4, want ook toen wij bij u waren, voorzeiden wij u dat wij zouden verdrukt worden, gelijk ook geschied is, en gij weet het. Wat hoort u mij nu altijd verkondigen? Wat hoort u mij nu altijd zeggen? U wordt verdrukt. Wanneer wordt u verdrukt? Na de zondagswet. Wij hebben het u verteld, die zondagswet komt en dan komt die druk waarop op die Chatukmenekerk, zoals wij verteld hebben. Zegt Paulus hier, en Silvanus en Timotheus zeggen dat hij, zo wij u verteld hebben, let nu op die zondagswet komt, let nu op, zegt Paulus, die verdrukking is er van keizerlijk Rome, en het is nog lang geen tijd, want eerst in Thessalonicenzen 2 vers 2, moet die zoon des verderfs moet nog openbaar worden, dus u blijft in die verdrukking zitten. En wij weten in onze tijd, dat wij na die zondagswet in die verdrukking zitten, en dan moeten wij ook vasthouden. Beter zegt, gij weet, ik spreek over wij weten het, en wij vertellen het tegen die gij, diegene die in die Chatukmenekerk zitten. Dus, vooral dus na die zondagswet. En in vers 5, daarom ook deze begeerte niet langer kunnende verdragen, heb ik hem gezonden om uw geloof te verstaan. Of niet misschien de verzoeker u zou verzocht hebben en onze arbeid ijdel zou wezen. Dus Paulus en Silvanus en Timotheus, die hebben daar zo gearbeid om die waarheden in die gemeente te krijgen. Ook de 144.000 hebben zo gearbeid om die waarheid in die Chatukmenekerken te krijgen. Om ze er in die eindtijd uit te halen. Laten we hopen dat het werk niet ijdel is geweest. Dus zonder vrucht is geweest. Om niet is geweest. Dan mag je natuurlijk alles invullen. Zo is de situatie. Zo was de situatie daar. En zo is de situatie weer. En dat is die verzoeker. En ik heb al gezegd, we hebben een verzoeker. Compromissen sluiten. Wat is dan die verzoeker? Hier, let op. Heeft alles met keizerlijk Rome te maken. En die verzoeker die nog komt natuurlijk. Heeft met die zoon des verderfs te maken, maar dat Rome heeft er heel veel gedaan. En nu moeten wij dus ook terug, compromissentijd, de verzoeker. Wie is dan de verzoeker? Gaan we eerst terug naar onze tekst. Wij moeten leren, de 144.000 moeten leren, wat de verzoeker is aan de Chatukmenekerk. En dan gaan we terug naar onze tekst in die zin, ons vers, ons Bijbelvers, in Openbaring 16. Openbaring 16, vers 13. Een hele belangrijke tekst. Openbaring 16, vers 13. En ik zag uit de mond des draaks, dat is de eerste verzoeker. En uit de mond van het beest, dat is de tweede verzoeker. En uit de mond des valsen profeets, dat is de derde verzoeker. Drie onreine geesten gaan den vorsten gelijk. Dat is wel duidelijk. Dan mag je verder nog lezen, 14. Want het zijn geesten der duivelen. Dus alle drie, het zijn het geesten der duivelen. En zij doen tekenen welke uitgang tot de koningen der aarde en der gehele wereld om die te vergaderen tot een krijg van die grote dag des almachtigen gods. Dus we weten zeker dat we drie verzoekers hebben. Drie. Drie groepen althans. Hoe kunt u nou weten wat die drie groepen zijn?
Nou wordt het moeilijker natuurlijk. Hoe kunt u nu weten wie die drie groepen zijn? Waar vindt u dat in de Bijbel? Nou, ik zal u eerst nog een kleine opstap geven in Openbaring. Want Openbaring is nu heel belangrijk, de Pergamusgemeente. Dus, en dan kan je zeggen, het wordt 3+1. Het zijn niet alleen drie groepen, maar er komt nog één bij straks. Daar gaan we straks op in. Om het niet allemaal direct al te moeilijk te maken. Maar die drie groepen willen we eerst ontmantelen. Gaan we naar Openbaring 2, natuurlijk. Dat is de Pergamusgemeente. Die gaan we nu ontcijferen. En we komen straks wel weer terug bij vers 6 van de 2 Thessalonicenzenbrief. Openbaring 2 en dan vers 12. Vers 12. Dat is dus de derde brief. En juist aan Pergamus. En Pergamus, zoals ik zei, 313 tot 538 na Christus. Sommigen rekenen hem ietsjes eerder, mag ook. 508 mag u ook zeggen, er zitten overgangsperiodes in. Maar afgezien van dat. Vers 12 van Openbaring 2. En schrijf aan de engel der gemeente die in Pergamus is. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar de troon des Satans is. Punt. Dus God zegt hier, ik weet uw werken en waar gij woont. Dus God kent alles, weet alles wat er gebeurt. En namelijk daar de troon des Satans is. Als we nu even teruggaan. Dit zegt hij die het tweesnijdend scherp zwaard heeft. Dat weet u nog van de studie van zijn boodschap in de Openbaring. Basisserie, zie je dus vooral na. Dat was de proconsul. Die had dus ook een tweesnijdend zwaard op zijn manier in de hand. En dat zien we allemaal weer in Rome terugkomen, die afbeelding. Dus zie die studies ook vooral na. Maar het gaat hier nu vooral over waar dus zij wonen. De Thessalonicenzen wonen, mag u ook even meenemen. Daar de troon des Satans is. Dus we hebben aan met een eerste groep te maken waar de troon des Satans is. Maar dat is dan nog niet helemaal duidelijk. We willen even verder doorgaan. Want als de troon des Satans er is, ja, het zijn drie onreine kikvorsen hebben we net gelezen. Dat heeft alles met Satan te maken. Openbaring 16 vers 14 hebben we gelezen. Dus hier kunnen we nog niet direct de eerste groep uithalen. Nogmaals, ik weet uw werken en waar gij woont, namelijk daar de troon des Satans is. En gij haalt mijn naam en hebt mijn geloof niet verloochenen. Dus die verloochening moeten we ontzettend voor oppassen. Niet verloochenen. Ook in die dagen in welke Antipas, mijn getrouwe getuige was, dat is voltooid verleden tijd. Nou, zei ik, er zit nog een klein stukje van Nero-tijd in. Anti was tegen, dat weten we, antichristus. Anti is tegen Christus, in de plaats van Christus. En pas is pontifex. Dus die tegen, die pontifex was, die keizer van Rome. En in dit geval was dat Nero. Nogmaals, kunt u die studies van Openbaring even bijpakken. Ziet u al die plaatjes en wat er allemaal is gebeurd. Mijn getrouwe getuige, die was dus een getrouwe getuige. Was welke gedood is bij u lieden daar de Satan woont. En wie heeft die Antipas nu gedood? Dat was keizerlijk Rome. Dus keizerlijk Rome, dat keizerlijke gedeelte, de staat, is de eerste grote vijand binnen Gods volk. Eerste groep, zou ik maar zeggen. Dat lezen we hieruit. En dan gaan we verder, want dan halen die andere twee groepen er ook nog uit. Dus we kunnen stellen dat is de draak. Draak in onze tijd, VN, je mag er nu een hele hoop op invullen. Socialisme, heb ik allemaal behandeld in de studies, maar socialisme, de communisme, de draak verplaatst zich altijd op verschillende fronten. Spiritisme, dan zit hij daar weer, dan is hij daar weer, dan is hij daar weer. Het beest blijft altijd het beest. En de valse profeten blijven ook die valse profeten. Dus die derde heeft meerdere aandachtspunten. Dus die eerste twee, beest en de valse profeten, is enkelvoud. En de derde is meervoudig.
Dus dat is de draak, Nero in dit geval. De staat. Maar ik heb enig weinig in dingen tegen u dat gij al daar hebt die de lering van Balaam houden. Balaam is Bileam. Nou moet je opletten. Bileam, wat was Bileam? Daar gaan we naartoe. Is een valse profeet. Houden. Die Balak leerde de kinderen Israëls een aanstoot voor te werpen opdat ze zouden afgoden offer eten en hoereren. Nu gaan wij eens terug naar wat God u en mij heeft te vertellen. Juist in Numeri. In Numeri. Want dat wordt interessant als we Numeri erbij pakken. En wel, Numeri 22. Numeri 22. Wat is daar gebeurd? Beginnen we bij Numeri 22 vers 5. Dat gaat dus over Moab. Moab, wat deed Moab? Die zond boden aan Bileam, den zoon van Beor, te Petor. Het welke aan de rivier is in het land der kinderen zijns volks. Om hem te roepen, zeiden, zie, er is een volk uit de Egypte gekomen. Zie, het heeft het gezicht des lands bedekt. En het blijft liggen recht tegenover mij. Dat was een gevaar voor Balak dus. Want wat wou hij? Vers 6. En nu kom toch, vervloek mij dit volk. Dat zei hij dus tegen Bileam. Want het is machtiger dan ik. Misschien zal ik het kunnen slaan. Of zal het uit het land verdrijven. Want ik weet dat wien gij zegent, die zal gezegend zijn. En wien gij vervloekt, die zal vervloekt zijn. Dus die Balak. Heel interessant, Midianieten, mag u zelf allemaal nog eens een keer nalezen, hadden wij het zo pas ook over in de voorverkondiging. Die was natuurlijk ontzettend bang voor wat hier gebeurde. En daar komt Bileam op dat moment. En die moest maar even Gods volk voor de Midianieten vervloeken. Nou, we hebben ook al een beetje gelezen wat daar is gebeurd. Want juist in Numeri 25 vers 2, wat zien we daar? En zij noden het volk tot slachtofferen, haar het goden, en het volk aat en het boog zich voor haar goden. Dus die dochters van Moabieten en die Midianieten, die brachten een enorme plaag over Gods volk. Mag duidelijk zijn, daar greep God ook op in. En dan zien we ook wat daar is gebeurd. Heel interessant is, vers 17 en 18 dus, dat die Midianieten verslagen moesten worden door wie? Door Mozes. Dus als we dat een beetje gaan verstaan, wat is daar gebeurd? Let op, hou Bileam even vast, een valse profeet, dat hebben wij gesteld met z'n allen in de openbaring. Dus die valse profeet heeft zoveel aangericht hiermee, want hij kon die vloek niet uitspreken, maar hij is later, heeft hij ze wel laten verleiden door met andere vrouwen te gaan. Dat weten wij, leest u die geschiedenis allemaal nog eens door. En dan zegt God in vers 8 van Numeri 25, Numeri 25 vers 8, en hij ging den Israëlitische mannen na in den hoerenwinkel en doorstak hen beiden, den Israëlitische man en de vrouw, door hun buik. Toen werd de plaag van over de kinderen Israëls opgehouden. Dus die hoererij met die vrouwen was verschrikkelijk daar. Wel te verstaan, letterlijke vrouwen. Neem dat wel even mee, hier, letterlijk. Maar in die eindtijd, geestelijke vrouwen. Meerdere kerken, meerdere gemeenschappen. Houdt u dat goed vast. Het letterlijke Israël, het geestelijke Israël. Beter gezegd, moderne Israël. En wat is daar gebeurd toen die Midianieten vernietigd werden? Dat is nog heel interessant en dat lezen we weer verderop. Die Midianieten werden vernietigd, dat is dus gebeurd. Want God zond
in nummer 31 van elke stam 1000 toegerusten uit. Ontzettend interessant. We krijgen ook in Openbaring 7 12 keer 12.000 is 144.000. Dus hier gingen duizenden in nummer 31 gingen die uit. Ik kan u nog veel meer vertellen over het verlossingsplan en deze geschiedenis, maar dat voert nu veel te ver. En wat hebben ze gedaan? In vers 8, en dat is het interessante. Daartoe doden zij boven hun verslagenen de koning der Midianieten. Evi en Rekem en Sur en Hur en Reba. Vijf koningen der Midianieten. Ook doden zij met het zwaard Bileam, de zoon van Beor. Ha, daar is dus die valse profeet, wat ook in die eindtijd gedood. Hebt u één op één hier. Het spijt me, er komt heel veel informatie bij u, snap ik. Maar we gaan terug, dat Bileam, die was dus een valse profeet. Daar zijn we begonnen. En nogmaals, we gaan de studie niet doen over de Midianieten en alles wat er is gebeurd, want het is één op één een eindtijdprofetie. Afgezien van dat. Wat willen wij en wat hebben wij nu bevestigd? We hebben hier een draak en we hebben hier een valse profeet. Dus we hebben al twee vijanden geconstateerd. En die valse profeet, die verleidt Gods volk tot afgodendienst. Begrijpen we goed met z'n allen? Heel goed. Maar, nu hebben we nog maar twee vijanden. De draak en de valse profeet. We missen die ene nog, dat beest. Gaan we verder kijken. We moesten dus vooral waarvoor opletten. Compromissen, hè. Dit is een gemeente met compromissen. En juist in die eindtijd zijn het allemaal compromissen gemaakt. Op Gods woord. Voelt u aankomen wat daar speelt? Geestelijk wel te verstaan. We hebben twee vijanden geconstateerd. Openbaring 16. Vers 13. Dus de draak en de valse profeet. En dan gaan we verder met Openbaring 2 vers 15. Alzo hebt ook gij die de leering der Nicolaïten houden. Het welk ik haat. Aha, Nicolaïten, die kennen wij nog. Waarvan? Uit de Efezetijd. De Nicolaïten, wat deden die? Wat waren dat voor mensen? Afgodendienaars ook. En wat zijn die afgodendienaars in onze tijd? Dat zijn degenen die Christus belijden, de wet overtreden, dat deden Nicolaïten ook, de wet overtreden. En wat gebeurt er dan? Dan hebben wij, kort maar krachtig gezegd, want daar ging het over, nog iemand. Als vijanden van Gods volk, toch? Dus de derde vijand. Het allermooiste nu is dat we de draak hebben. Spiritisme, tovenaars zitten erin. U maakt een hele hoop op invullen. Maar we hebben ook valse profeten. En wat zijn die valse profeten in onze tijd? Evangelische, pinkstergemeentes. Die vallen in de geest en alles wat er gebeurt is allemaal ontstaan in onze tijd. In welke tijd? Na 1844. Gods volk is ontstaan na 1844 en toen kreeg Satan ook weer de vrije hand om wat te doen? Om ook valse profeten in te brengen. Dus in 1844 heeft God een profeet voor zijn volk geroepen. En Satan is altijd bezig, ja maar ik dan en ik dan. Zo denkt hij. Van als Gods volk een oprechte profetes mocht hebben, wat mag ik dan? Dan is de strijd niet eerlijk meer, zegt tegen God. Ja, hij is zeer brutaal naar God toe. Dus God geeft hem ook de mogelijkheid om valse profeten voor hem aan te winnen. En u weet wat er allemaal momenteel in die charismatische kerken gebeurt. Dat is in één woord. Alles kan en alles mag. Ze staan te klappen en met handen te wuiven en doe maar waar je zin in hebt. Als we maar liefde met z'n allen hebben. En daar draait alles om. Gaan we nu niet te ver op in, maar dat zijn wel de valse profeten aangewezen na 1844. En nogmaals, daar zit ook Gods oprechte kinderen tussen. Die moeten nog geroepen worden.
Dus we hebben al, nogmaals, drie stuks. En nu komt het mooie. In vers 16. Want God haat die Nicolieten, dat is duidelijk, overduidelijk. Dat heeft dus alles met het pausdom te maken, het beest. Dus daar hebben we het beest al. Dat is de derde in de rij. In vers 16, bekeer u en zo niet, ik zal u haastelijk bijkomen en zal tegen hen krijg voeren met het zwaard mijns monds. Dus wat zeggen we nu? Of wat zegt God? Met het zwaard mijns monds. Wat was dat zwaard mijns monds? Dat was juist in nummer 31, wat lezen we daar? Alzo, in vers 5, alzo werd geleverd uit de duizenden van Israël, 1000 van elke stam, 12.000 toegeruste strijders. Dit was een letterlijke strijd. Tegen wie? Tegen Biliam, tegen de valse profeten. En alles wat hij aangericht had, Midianieten en Moab, alles wat daar gebeurde. Denk bijvoorbeeld even aan Daniel 11, 40, 45. Letterlijke strijd tegen de Midianieten. Geestelijke strijd. Want wat staat hier? Het zwaard mijns monds. Komt u daar nou bekend voor? 2 Thessalonicenzen 2, vers 8. Moet u nog weten. Dat hebben wij met z'n allen besproken. 2 Thessalonicenzen 2, vers 8. En alsdan zal de ongerechte geopenbaard worden, dewelke de Heere verdoen zal door de geest zijns monds. En teniet maken, dat was het tweede, door de verschijning zijner toekomst. Dus door den geest zijns monds is door de mond van de 144.000 zal hij het teniet maken. En dat vinden we één op één in Openbaring terug. Dus die strijd in nummer 31 en die strijd van de 144.000 zal zijn tegen de Nicolieten. Nicolieten, lees dus het pausdom, het Vaticaan in onze tijd. En dan moeten we wakker worden met z'n allen, want die oren heeft die horen wat de geest van de gemeente zegt. Pakken we straks het laatste vers nog. Wat leest u nu? Wat ziet u nu? Strijders Biljam. Hier 144.000 strijders in die eindtijd met de geest mijns monds, dus niet meer met het zwaard, tegen Biljam. En tegen de draak. Spiritisme, socialisme, communisme, vul het allemaal maar in. Valse profeten. Valse profeten, evangelischen, pinksterbewegingen, al die profeten na 1844. Valse profeten, wel te verstaan. En er blijft er nog maar één over. Dat zijn de Nicolieten. Dat is het beest. Dus we hebben in één keer Openbaring 16 vers 13 vervat. Drie plus één, zei ik. Wat is dan die ene? Als God is, kunt u dat zo raden. We hebben al zoveel over gesproken. Efezebrief, Johannesbrief. De tweede en derde Johannesbrief, waar ging dat over? Over Gods volk. Die Diotrephesen, weet u het nu weer? Dat is die ene. Dat zijn die haatdragende broeders en zusters. Die haten hun broeders en zusters zo enorm, dat ze dit niet meer zien en niet meer verstaan. En wat gaan ze dan doen? Gaan ze ook nog vervallen? Dus we hebben drie plus één vijanden in die eindtijd. Niet voor te stellen. Maar zo duidelijk ligt Gods verlossingsplan. Zo duidelijk ziet u dat deze Pergamusgemeente een gemeente van compromissen was. Hoe gevaarlijk is het om compromissen in Gods woord te maken? Dat hebben we gezien in de tijd van Mozes. Met Biljam, Balak, 24.000 stieren. Daarom is het zo belangrijk dat u voor uzelf wel heel goed moet verstaan. Als er mensen om u heen sterven in die eindtijd. Nou, is dat nu een godverliefde? Kon het wel eens zo zijn?
dat het ter behoud van u is, persoonlijk is. Omdat u anders mee zou gaan in die afgoderij. Begrijpt u dat? Begrijpt u dat u wel heel goed op uw woorden moet passen? En heel goed moet zien dat u die vijanden moet overwinnen. En al die oprechte kinderen van God, die moeten uit die schatuke menenkerken komen naar de 144.000 toe. Want God gaat strijden voor hen met het zwaard mijns monds. En dat hebben we juist ook in die 2 Thessalonicenzen brief gezien. Met waarmee? Nogmaals. 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. Zal door de geest mijns monds de 144.000 gaan aan het werk. U hebt de kans om daarbij te kunnen zijn als elder uw werk. Laat die kans niet voorbij gaan en weet dat die 144.000 u exact dat verlossingsplan uit kunnen leggen. En waar u voorop moet passen. Begrijpt u dat? Ziet u dat voor uzelf een beetje in? Verstaat u dat voor uzelf goed? Ik kan het alleen maar aan u overgeven en laten denken van wacht eens even. Wij worden bedrogen. Of beter gezegd, wij zitten midden in de compromissen. En als u midden in die compromissen zit, dan zult u nu een beetje begrijpen wat Paulus in die brief verder zegt. Laten we eens verder lezen. In vers 6. We hebben dit al. We moeten niet bewogen worden. We zitten in die verdrukking. Inderdaad, die Pergamusgemeente was ook allemaal verdrukking. Dus pas op. 1 Thessalonicenzen 3 vers 6. Gaan we lezen. Maar als Timotheus nu van u lieden tot ons gekomen was. En ons de goede boodschap gebracht had. Van uw geloof en liefde, en dat gij altijd goede gedachten is van ons hebt, gij, schat uw gemeene kerken, zeer begeerig zijnde om ons te zien, gelijk wij ook om uw lieden, wat zal dat een blijdschap zijn geweest? Dat Timotheus terugkwam met het verhaal, als ik het zo in uit mag leggen, met een goede boodschap. Daar in de Sjartuukemenenkerken, laat ik het dan in onze bewoording vertellen, in die Sjartuukemenenkerken, dan nemen ze de boodschap aan. Ze weten wat de drie vijanden zijn. Het draak, de beest en de valse profeten. Ze zitten midden in die verdrukking, maar ze hebben naar ons geluisterd, die drie broeders, de drie engelen, boodschap. Die 144.000 zijn aan het strijden en met de geest des monds kwam Jezus Christus tot hun. Het is God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest die dit werken daar doen. Niet u, niet ik, niet de 144.000, nee, met mijn geest des monds, zegt de Heer Jezus. Hoe mooi zit Gods woord in elkaar. Hoe mooi zien wij dat wat daar is gebeurd in die Thessalonicenzenbrief, dat God in u en mij waarschuwt. Waarvoor? Wij, drie engelenboodschapbrengers, moeten standvastig staan. Thessalonicenzen 2, in die verdrukking hebben wij. Wij moeten gij, die in die Sjaartuukemenenkerken zitten, er alles aan doen om ze tot het volk te brengen. Wat een vreugde voor Timotheus, Paulus en Silvanus dat ze hoorden. Wat? Die spade erin was uitgestart. Inderdaad. Ze hadden de geest Gods ontvangen. Ziet u wat er gebeurt? Die Heilige Geest hadden zij ontvangen. Wat een verrijking, wat een blijdschap zal dat voor de 144.000 zijn als God aan het werk gaat voor u en voor mij. Om hun persoonlijk te overtuigen wat die drie plus die ene vijand zijn. Want ook die ene vijand zal hun overtuigen dat zij toch wel heel verkeerd bezig zijn. Dan gaat dat vingertje wel van die naam, zevendedaagse adventisten. Dus wij hebben een strijd te gaan, zoals Paulus verteld heeft in 1 Thessalonicenzen 2. En hier in 1 Thessalonicenzen 3 ziet hij dat diezelfde strijd daar in die Sjaartuukemenenkerken in die Thessalonicenzen tijd ook gaande is. Laten we eens verder lezen. Lezen we nog meer mooie dingen.
Vers 7. Zo zijn wij daarom, broeders, over u in al onze verdrukking en nood. Daar komt hij al. In onze, dus Paulus, wij, vertroost geworden door uw geloof. Kijk, zij nemen dat geloof aan. Er is maar één Heer, één doop, één geloof. Efezebrief hebben we allemaal behandeld. En dat moeten ze aannemen. Anders kunnen ze niet gered worden. Nou, dan kunnen ze, dat verlossingsplan kunnen ze anders nooit goed verstaan. Ten alle tijde nooit goed verstaan. Ziet u hoe mooi die Baaldienst vanuit nummer 31 overwonnen wordt door 12.000 keer 12 is 144.000 strijders door de adem zijns monds. Geweldig. Vers 8 van 1 Thessalonicenzen 3. Want nu leven wij, indien gij vaststaat in de Heer. Nu leven wij ook, eindelijk daar leven wij voor. Opdat gij, Sjaart u gemeene, vaststaat in de waarheid. In het geloof, daar leven u en ik voor, de 144.000. Het is één op één deze hele brief gericht. Met wij, 144.000, gij, Sjaart u gemeene kerk. Want wat dankzegging kunnen wij Goden tot vergelding wedergeven voor u. Vanwege al de blijdschap waarmede wij ons om uw willen verblijden voor onze God. U zult zo ontzettend blij worden als wij die luide roep mogen gaan brengen. Dat we zien dat God aan het werk is bij die oprechte kinderen in die Sjaartukemeenekerk. Dat is geweldig. Geweldig. Gaan we even terug naar openbaringbrief. Want wat voor blijdschap is dat? Waarom, nogmaals, waarom hebben wij, dus wij, de drie engelenboodschapbrengers, al die blijdschap? Dan heb ik al gezegd, we wachten even met dat laatste vers. Ze hebben een speciale blijdschap. Paul, Silvanus en Timotheus, 144.000, de drie engelenboodschapbrengers. Een specifieke blijdschap. En wat is dat? Openbaring 2. Gaan we verder lezen. Vers 17, nogmaals. Die oren heeft, die horen wat de geest dat de gemeente zegt. Let op, u hebt oren. Sjaartukemeene kerk. Gereformeerden, hervormden. Ook die valse profeten. Evangelische, pinkstergemeenten hebben ook oren. En ook Thyatira gemeenten. Vaticaan. Weet ik zeg, Rooms-Katholieken. Hebben ook oren. Nu moet je opletten. Pas op, nu moeten we iets aan doen. Want er is een belofte, geldt hier binnen die Pergamus gemeente. Voor u. Specifiek voor u. Zal ik nogmaals lezen. Vers 17 van openbaring 2. Die oren heeft die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Geest, Gods geest. 144.000. Die overwint. Ik zal hem geven te eten. Daar komt hij. Te eten het manna dat verborgen is. Eten. Hoerederij. Ze aten valse afgodenoffers. Williams tijd. Hou er even rekening mee. Paulus spreekt er ook over. Ga niet aanzitten. Die valse offerdienst. Dit is het juiste manna eten. Eten van het manna dat verborgen is. Welk manna is nu verborgen? Waar komt die verborgenheid vandaan? Van dat manna. Openbaring 10, vers 7. Er is één gemeente die dat manna heeft. Dat verborgen manna. Wat staat er in openbaring 10 vers 7? Maar in de dagen der stem de zevende engels, wanneer hij bezuinen zal, dus bij die derde week, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden. Gelijk hij zijn dienstknechten en profeten verkondigd heeft. En wat doen die profeten dan? In vers 11, en hij zeide tot mij, gij profeten, 144.000, gij moet wederom profeteren voor vele volken, natie, talen en koning. En dan zullen zij
daaruit komen, uit die zakelijke menigkerk. En dan gaan we weer door naar, of terug naar, Openbaring 2 en doorlezen. Zij hebben dat manna gegeten, die verborgenheden gegeten, van 144.000. Door de mond van God, mijns monds, zegt de Heer. En ik zal hem geven een witte keursteen. Let op, een keursteen. Een witte keursteen. Wat is steen? Jezus Christus, wet van God. Wat is wit? Wit kleed van gerechtigheid. Dat wit op die steen, heb ik ook eerder gezegd in de openbaringbrief, in de studiebehandeling, zie hem nogmaals na. Een steen werd wel door midden gehaald. En dan kon je precies zien, als vrienden bij elkaar weggingen, sloegen ze een steen door het midden. En dan kon je precies zien later, als families of vrienden bij elkaar horen, die steen die past altijd perfect in elkaar. Dat kan niet missen. Slaat u zelf maar eens een steen door het midden, dan is niet een ander steentje wat daarop past. Alleen dat steentje. In die witte keursteen, die moet passen, perfect passen, op Gods woord. Op een wet en tot een getuigenis. Wie niet spreekt naar dit woord, is er geen dageraad, geen licht. Ze hebben het kleed van gerechtigheid, ze hebben de Sabbat gehouden en afgedaan met de zondagswet. Ziet u, er staat één op één in. En wat gebeurt er dan? En op de keursteen een nieuwe naam. Dus als die keursteen door de midden wordt gehaald en er komt een nieuwe naam op. Ze hebben die keursteen, Jezus Christus naam moet daarop komen. Er is maar één naam die perfect past op die keursteen. En dat bewijst u door het kleed van gerechtigheid van Jezus Christus aan te hebben. En de Sabbat, alle 10 geboden te houden, met in het bijzonder de Sabbatdag. En daar ligt die verdrukking in. Maar die keursteen krijgt u. En wat is dan de belofte van God? Als u dat volbracht hebt. Een nieuwe naam geschreven. U krijgt een nieuwe naam. Welke niemand kent dan die hem ontvangt. Hoe mooi is dat geschreven. Voor degenen die goed de profetieën van E.G. White hebben bestudeerd. Zij zegt veel meer. Want hoeveel martelaren zullen wel niet uit die gemeente vandaan komen? Uit de Sjachtelijke Menigkerk. Vele. Die krijgen wel die keursteen. Mooi. Want ze hebben wel het kleed van gerechtigheid van Jezus Christus aan. En ze hebben wel de Sabbat gehouden. En, hebt u het goed gelezen? Een nieuwe naam gekregen. Wat hebben zij gekregen? Een rode bis, waaraan? Aan hun witte klederen. En een nieuwe naam. Dat zijn de martelaren. Een nieuwe naam, weet u wat dat betekent? Die naam houdt u eeuwig. Niet de naam die u nu hebt. Nee, u krijgt een nieuwe naam van Jezus Christus. Als die martelaren uit die Sjachtelijke Menigkerken komen. De oprechte kinderen van God. En die zijn als martelaar gestorven hier op deze aarde. Wat krijgen ze dan? Ze hebben die keursteen. Dat hebben we al besproken. En ze krijgen allemaal een rode bies. Over een witte kleed heen. Als teken dat ze als martelaar zijn gestorven. En ze krijgen een nieuwe naam. Net zoals de 144.000 in de Philadelphia gemeente. Die 3 nieuwe namen krijgen. Leest u. De Philadelphia gemeente nog eens door. Mijn Gods, de naam van mijn Gods, van het Nieuwe Jeruzalem en mijn nieuwe naam. Vers 12 van Openbaring 3. Wat wil God u en mij vertellen? God zegt, ik heb in die eindtijd mijn oprechte kinderen staan. 144.000 in totaal. En ik heb uit die Sjachtelijke Menigkerk, heb ik mijn oprechte kinderen geroepen. Krijgen allemaal die keursteen. Passen bij mij. Die krijgen een nieuwe naam. Wat hebben ze overwonnen? Ze hebben een draak. Ze hebben het beest. En een valse profeet en hebben ze overwonnen. Plus die één hebben ze ook nog overwonnen. Want ze kunnen een onderscheid maken tussen die
naam zevende dags Adventisten en de oprechte zevende dags Adventisten, 144.000. Ziet u wat daar gebeurt? Hoe duidelijk God hier wat neerlegt voor u en mij. En dan zijn we er nog niet. Dan hebben we nog een heel mooi vers. In het 1 Thessalonicenzen brief. Moet eens opletten. Vers 10. Van 1 Thessalonicenzen 3. Nacht en dag zeer overvloediglijk biddende om uw aangezicht te mogen zien. Die 144.000 die bidden dag en nacht om het aangezicht te mogen zien. Van wie? Van diegenen die uit die Shatikmene kerken komen. En te volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt. Dus daar ontbreekt geloof aan gij, aan die Shatikmene kerk. Compromissen zijn daar gesloten. Die moeten onherroepelijk allemaal weg. Onherroepelijk. Die compromissen is het gevaar binnen de Shatikmene kerk. Als ze in de compromissen meegaan, is het over. Is hun lot getekend. En dan komt Paulus nogmaals, in vers 11. Doch onze God en Vader zelf, kijk, zelf, een belangrijk woordje, en onze Heer Jezus Christus, mag ik tussenzetten, zelf, richtte onze weg tot u. Als u dat goed leest, ik lach de Heer toe, het werd zo ontzettend mooi. De 144.000 worden aangestuurd persoonlijk door Jezus Christus en God de Vader zelf. En die richten onze weg tot u. Shatikmene kerk. En vers 12. Het is te mooi om waar te zijn als we dit goed verstaan. En de Heere vermeerder u. Er komen steeds meer uit die Shatikmene kerk. En maak u overvloedig in de liefde Jezus al kander. Dan kunnen ook kanders voeten wassen. En jegens allen, gelijk wij, ook zijn jegens u. Ziet u dat? Zij gaan diezelfde weg in, zoals de 144.000 die weg ook zijn ingegaan, samen met Jezus Christus. Het zijn volgers van Jezus Christus geworden. Net zoals de 144.000 volgers van Jezus Christus zijn geworden. Prachtig mooi. Dat zien wij allemaal in die Thessalonicenzen tijd gebeuren. Staan wij daar wel bij stil? En vers 13, het laatste vers. Opdat hij, Jezus Christus, God de Vader en zijn Zoon, uw harten versterken. Ze moeten echt heel sterk worden gemaakt. Om onberispelijk, onberispelijk. Efeze 5 en 27, komt hij weer terug. Onberispelijk te zijn in heiligmaking. Dus tijdens die luidende roep, tijdens die spaarreden, heeft God zelf, de Zoon zelf, hun toebereid. En dan moet die heiligmaking plaatsvinden. De profetes schrijft erover. Er zijn mensen die binnen enkele maanden die heiligheid zo hard daaraan werken, dat ze geheiligd zullen worden. Zo snel zal dat gaan. Waardoor? Omdat ze dat volledige verlossingsplan begrijpen, wat we nu ook uitdragen. En ook volledig gerechtigheid door geloof gaan begrijpen. Die twee, de verborgenheid der ongerechtigheid en de verborgenheid en godzaligheid. En een geheiligd lichaam willen hebben. Gezondheid. Alles wat erbij hoort. Nogmaals, vers 13. Opdat hij uw harten versterken om onberispelijk te zijn in heiligmaking. Voor onze God en Vader. In waarin? In de toekomst. Van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Die toekomst met al zijn heiligen, de 144.000, met in de toekomst de 11 uurwerkers en iedereen die erbij hoort. Die juist in die toekomst, wanneer Jezus Christus wordt geroepen, geheiligd zullen worden.
Lieve broeders en zusters, het is zaak voor u en voor mij om die waarheid uit te dragen. Om ons zo ver voor te bereiden voor de zondagswet, voor de 144.000. Om klaar te staan om de luide roep te kunnen en te mogen brengen, want dat moet er ook nog bij. En ook degenen die uit die Sjaartuukemene kerken komen, zich aansluiten bij de 144.000. Dat de rondborstige getuigenis aannemen dat zij hun heiligheid mogen vervolmaken in het woord van God. Samen met de 144.000. Maar die zijn op dat moment geheiligd. Als dat niet zo zou zijn, konden ze en mochten ze de drie engelenboodschap niet brengen. Dat hebben we allemaal van tevoren besproken. En we zien nu heel duidelijk dat het allerbelangrijkste is dat die compromissen in vers 3 niet bewogen worden. Vers 5. De verzoeker komt, die drie groepen komen. Dat u niet verzocht wordt, pas op, dat het werk van de 144.000 niet voor niets is geweest. Die ene groep van die zeven dagsadventisten moet u persoonlijk nog voor oppassen. Dat zijn de haatdragende naam zeven dagsadventisten. Wat moeten die 144.000 doen? Die moeten dat geloof, wat nog in die Sjaartuukemenekerken is, vervolmaken. Dus, ben ik gezegd, God doet dat, maar zij moeten hun erop wijzen op die compromissen. Vers 10. En te volmaken hetgeen aan uw geloof ontbreekt, staat daar. En dan zien we in vers 11. Tijdens de luide roep, de spaarderegen, zal God zelf hun aansturen. Door gebruik van 144.000, de geest mijns monds. In die toekomst, onberispelijk, moeten zij staan. En wij staan op dat moment al onberispelijk, als mogen we nogmaals de luide roep niet brengen, de 144.000. Lieve broeders en zusters, uit de Sjaartuukemenekerk, iedereen die niet bij de 144.000 hoort, laat ik het zo uitdrukken. Die moeten er alles aan doen om die laatste geweldige van Openbaring 2, vers 17, om die witte keursteen te bemachtigen. Doe er alles aan. Want dan pas kunt u een nieuwe naam krijgen. En eerder niet. Afgezien wat er gebeurt voor u. Maar doe er alles aan om die nieuwe naam, die witte keursteen, te krijgen. Omdat dat uw enigste schakel is, enigste bevoegdheid is. U mag alles invullen, wat voor woord u maar wilt invullen. Om tot Jezus Christus te kunnen en te mogen behoren. Het zal voor ons een grote vreugde en blijdschap zijn dat we onze oprechte broeders en zusters uit die Sjaartuukemene kerken kunnen en mogen roepen. En mogen zien dat ze dat geweldige geloof hebben aangenomen. Zonder compromis. Wat zegt Gods woord? En niet wat zeggen mensen. Wat zeggen die drie valse kikvorsen? Moet u helemaal aan de kant zetten. Wat zegt die plus ene nog? Gelooft u niet? Moet u helemaal aan de kant zetten. U hebt Gods woord. En uit Gods woord kunt u de bewijzen vinden wat God u en mij heeft te vertellen. Ik hoop u te mogen zien in heiligheid, in volmaaktheid. Dat we samen Jezus Christus mogen ontmoeten op de wolken des hemels. Amen. We willen ter afsluiting van de predikatie Psalm 27 zingen. Psalm 27 en wel vers 2. Al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet. Ik verlaat mij op den Heer. Als ik dat vasthoudt, is geweldig. Laten we samen zingen Psalm 27 vers 2.
Ja, dat ik, zolang mij het levenslicht bescheen, in het Heeren huis mocht wonen hier beneden. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Laten we samen God zoeken in gebed. Dat u samen met mij danken en bidden. Lieve goede getrouwe God de Vader, lieve Heer Jezus. We zijn u dankbaar dat u ons weer hebt geholpen om uw woord te verstaan. Het is zo ontzettend belangrijk, lieve Heer Jezus. Ook voor uw oprechte kinderen en al die chatukumene kerken. Dat ze die witte keursteen mogen krijgen van u. Die alleen maar op die andere helft van die witte keursteen past. En dat bent u, lieve Heer Jezus. Vader in de hemel, dat uw oprechte kinderen dat toch mogen verstaan. Hoe mooi u uw onfeilbaar woord hebt uitgelegd aan ons mensen. U hebt alles beschreven in uw woord. Zo kunnen wij dat nooit doorzien. Alleen door uw Heilige Geest kunnen we dingen doorzien. Dank u wel ervoor dat u met uw Heilige Geest weer bij ons was. Dat we mochten leren vanuit uw woord vandaan. En dat we vooral op moeten passen voor die compromissen die continu gesloten worden. U hebt ons zoveel geleerd vanuit het letterlijke Israël vandaan. Wat allemaal weer terug te vinden is en te herleiden is naar het moderne Israël in de tijd waar wij in leven straks na de zondes werden. Kom daarom met grote kracht over ons, dat we het mogen verstaan. Wilt u met mensen zijn dat ze verder onderzoek gaan doen naar uw onfeilbaar woord? Open hun verstand, lieve Heere God. En dat ze ook vooral rein en heilig voor u mogen staan. Dat kleed van gerechtigheid aan mogen trekken. Uw kleed van gerechtigheid, niet onze eigen gerechtigheid. Dat is een complete vervalsing. En we weten dat dat leeft bij de draak, het beest en de valse profeten. Lieve Vader in hemel, wij willen niet tot die groep behoren. Die valse kikvorsen. Help ons mee dat in te zien. Dat we recht voor u mogen staan zonder u te verloren. Ook deze komende week weer. We bidden u voor het zendingswerk, voor het evangeliewerk. Alsjeblieft kom over ons en help ons dat we juiste beslissingen kunnen maken. Dat u de leiding hebt in het werk, niet mensen, maar u. Wilt u bij de gevers zijn, dat zij kunnen helpen op wat voor manier ook maar. Zo leggen wij alles voor uw heilig aangezicht neer. U bent het die het willen en werken moet doen. U bent het die ons die kracht kan en wil geven, lieve Vader in de hemel. Want uit onszelf kunnen we dat niet. Daarom bidden we of u met ons mee wilt gaan. Dat we weer een fijne week mogen hebben. En blijdschap in ons hart mogen hebben. Ook als we nieuwe broeders en zusters mogen ontmoeten. En bidden we van u. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar uit uw grote genade. Uw grote liefde, uw trouw. En om Christus Jezus, onze geliefde Heer, zijn naam zelf. Amen. We gaan straks eerst de inzameling houden. En na de inzameling willen we graag Psalm 108 zingen. Psalm 108 en daarvan het zevende vers. O God die 's lands benauwdheid ziet, Jacob's benauwdheid, de koningin, red toch uw volk uit zijn verdriet. Prachtig mooi vers aansluitend op de predikatie. Maar eerst willen we graag de inzameling houden. Laten we samen gaan staan en Psalm 108 vers 7 zingen. Ook staan blijven om straks de zegen te kunnen en mogen ontvangen.
Ja, dan willen we ook weer met een zegen naar huis toe gaan. Dat hebben we heel hard nodig. Het zij wij die de luide roep nog moeten gaan brengen. Het zij gij die die waarheden misschien al voor de eerste keer hebben gehoord. En daarom gaan we naar nummer 6 toe. Om die zegen van God te mogen ontvangen. Wilt u samen met mij de hoofden buigen? Dat we ook met die zegen deze week weer voor een zegen voor een ander kunnen zijn. Laten we de zegen ontvangen van onze God en Vader. De Heere zegen u en behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.